We gaan deze plaat gebruiken voor een lijstje om een schouw van 10 centimeter. Die wou ik niet in verstek zagen, want dan moet je het ook weer allemaal glad schuren en dan ga je altijd zien die naden. Dus ik ga gewoon een rand van 10 centimeter uitzagen en laat ik de zaag invallen. We gaan het eerst even aftekenen op 10 centimeter en dan gaan we zo zagen. Nou, hier hebben we de 10 centimeter, zo in de rolmaat. Gaan we streepjes zetten, hoe ver we moeten zagen. Zo, zo, dit wordt zo het lijstje, tot zover mogen we zagen. Andere kant nog even aftekenen. Hoppa. Nou, nu haal ik eerst even die kap van de zaag af. Nu die andere kant. Het stuk ertussen uitpakken. Zo hebben we een lijstje gezaagd. Rondom 10 centimeter. Dit is de achterkant. Daar komt weer een ander lijstje tegenaan. Dat zien we niet weer. Dus deze kunnen we mooi op de schouw monteren.